streekgenoot Kozakken Boys. En dat is al sinds jaren dag een wedstrijd die de gemoederen in het land van Heusden en Altena volop bezighoudt. Voor de aanhang van Achilles Veen begint de wedstrijd al uren voor de aftrap in de eigen kantine aan de Maasdijk. Het is 1:15, bijna 2 uur voor de wedstrijd. Eén voor één druppelen de supporters hun kantine binnen. Gijsbert Hondkoop is er dan al met de trom. Die moet zorgen voor de ondersteuning. Wordt een pilsje gedronken en met een half oog gekeken naar het schaatsen op de televisie. Maar vooral worden de kansen van Achilles Veen straks tegen Kozakken Boys gewikt en gewogen door de supporters. Die wedstrijden tegen Kozakken Boys, die zijn wel heel speciaal voor jullie, hè? Die zijn heel speciaal, ja. En waarom is dat? Ja, dat is toch onze derby en we hebben er nog niet van verloren. Dus dat moeten we maar zo zien te houden. Nee, maar wij zijn maar bovendijkers. En dat willen we toch maar zo houden. En dat ze daar altijd maar blijven roepen. Daar hebben die bovendijkers aan. Als wij dan de punten meenemen, dan mogen ze daar gerust blijven scheren, hoor. En de trom, dat is het vaste attribuut dat altijd meegaat? Dat gaat alle wedstrijden mee. Dat moet, hè. We moeten de club aanmoedigen. En dan zijn we met z'n vijven, dan doen we het nog. Dan hebben we nog net zoveel lol. Dus voor ons gaat niks boven de trom, maar hij doet het goed. Dus we hopen dat je nog lang mag blijven doen. En die tas die jij draagt? Ja, papier simpel, hè. Een beetje gezelligheid erin. Even openmaken. Schriften van school, van alles. De tas met snippers en de trom worden ingeladen en dan gaat het in gesloten kolonnen op weg naar Werkendam. Hey Biggie, man. Biggie, dit is Paul goedkoop, geef het dan weg. Geef het toch weg, man. Het is voor niks. Volgen jullie Achilles Veen alle wedstrijden? Als kan alle wedstrijden. Altijd, als we niet zelf hoeven te voetballen, dan gaan we ook mee. En de stemming is nou nog optimaal zo voor de wedstrijd. Maar het is lang niet zeker dat het zo blijft, hè? Nou, wij blijven gewoon altijd sportief en altijd, wij blijven altijd zingen. Ook al hebben we ook wel koud slecht. We zijn nou nog maar aan het inzingen. Maar ze werden toch even stil, de mannen uit Veen, toen Kozakken Boys al na 8 minuten hun ploeg op achterstand zetten. Een doelpunt van Patrick Leitens. Maar vlak voor rust kon de confetti uit de tas. De gelijkmaker. Aangeven van Sjaak Hoeken en de treffer van Pieter van Gils. Zijn jullie geïnteresseerd in die ruststanden? Nou, we houden het een klein beetje bij. Maar we moeten naar ons eigen kijken en niet naar een ander. En we gaan het maken. Want het is van twee kanten een hele slechte wedstrijd. Vianen was vorige week veel beter. Maar ja, het komt goed. En het kwam goed voor Achilles Veen. Vlak na rust komt de ploeg op voorsprong. Opnieuw door Pieter van Gils. Feest in het vak van de supporters van Veen. En hier wordt het zelfs 3-1 als Corné Sterrenburg een penalty mag gaan benutten. En dan is het helemaal feest in het vak van de supporters van Achilles Veen. De overwinning is een feit. Een overwinning waar ze in Veen alleen maar van kunnen dromen. En dus zijn er na afloop op het veld de felicitaties. En dan gaat het weer terug naar de eigen kantine. Want daar moet natuurlijk het feest van de overwinning op Kozakken Boys gevierd worden. Winst dus voor Achilles Veen. De andere wedstrijden, Volendam tegen GVVV 1-0. Heerjansdam tegen Hoek 0-1. AVW tegen Spakenburg 2-2. Sparta Nijkerk tegen Bennekom 1-2. Kloetingen VVGZ 4-0. En Dovo tegen Huizen 3-1. De volgende stand dan. Dovo op kop, gevolgd door Hoek. Nummer 3 staat Spakenburg. Dan Bennekom, Kloetingen, Achilles Veen en Huizen. Sparta Nijkerk, Volendam, GVVV, Kozakken Boys, AVW 66, VVGZ. En daar hekkensluiter Heer Jansdam.